Dit is Platenbazen, de fanatieke muziekquiz waarin wij de muziekkennis en zangkwaliteiten van BN'ers en onszelf testen. De muzikale strijd gaat hier losbarsten, want de vraag is: wie zijn de platenbazen van deze week? Ja, ik denk dat wel duidelijk is. Ons team. Ik denk het niet, jongen. Alleen het team dat heeft bewezen het meeste over muziek en artiesten te weten, zijn de enige echte platenbazen. Ja, we gaan beginnen met de kara-opening. Dit is onze huisband, The Originals. Let's go, Jonna. Klaar voor de strijd. Hey. Ik ben muzikaal en ik ben tot het uiterste bereid. Ik ben Sophie. Lekker. Dus pas maar op. Hey. Met mijn muziekkennis gaat dit team naar de top. Woe. Deze bazen ga ik winnen. Kom maar hier met alle eer. Daar staat kleine Nessim met een nog veel kleinere heer. Hey, wat broer, ik ben besneden. Wat de fuck moest ik dan doen? Beter hou je je mond, want je geeft mij genoen. Hey! Met mijn stem breng ik jullie omver. Maar zo ben ik hier wat een ster. Mijn naam is Dan. Klaar om te gaan. Hartstikke goed. Ik voel talent. Ja, heel veel talent. Maar daar wil ik het wel even over hebben. Want jij maakt zelf natuurlijk ook muziek. Nessim onder de naam Supergaande. Ja. Maar hoe is het dan om met echt talent te staan? Zoals Jonna Frezen. Ja, ik kijk ook op naar dat soort mensen. Wel, ik vind het mooi, ja, wel een beetje. Ja. Ja. Hey Jonna, hoe ging dit? Het zingen? Is dat wat... Ging wel lekker. Maar je zei net van tevoren, ja, eigenlijk ben ik niet zo'n zanger. Ik ben natuurlijk meer... Ja, ik kan toon houden, vind ik toch. Ja. Voor de rest gewoon een rapper. Ja, dat mis jij een beetje. Ja, maar goed, daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Dat is niks nieuws. Maar zou je wat lijken om zangeres te worden? Als ik het kon, had ik het graag gedaan. Maar goed, daarvoor hebben we Teske natuurlijk. Je hebt wel de moves. Dankjewel. Je moet toch compenseren hier en daar. Over Teske gesproken, hè? Zangtalent. Huts, tuurlijk. Maar komt er nog wat leuks uit? Komt er nog leuke nieuwe dingen? Ik heb net een nieuwe single uitgebracht. Okay. En ik ben aan het toeren. Dus nice. We doen allemaal leuke dingen. Oké, lekker. En natuurlijk Daniel, de enige echte DJ. Zeker. Jij hebt sowieso verstand van muziek. We hopen het. Zeg je nou de enige echte DJ? Ik vind hem meer radio dan jij. Oké, okay, ja, leuk. Het is gezegd. Zullen we gewoon met ronde 1 beginnen? Lekker. Ja? Deze eerste ronde heet Push It. Wie een interne Shazam-knop in zijn hoofd heeft, zit hier goed. Want de band speelt de intro van het nummer. Denken de kandidaten het nummer te herkennen, dan drukken ze op de knop. Per goed antwoord krijgen ze 1 punt. Ja, en de eerste intro gaat om 2 artiesten. 2 artiesten. En een titel. Zijn jullie ready? Band! Oh my god. Zo, Sophie, wat was jij snel. Jesus. Ja, omdat ik wist dat hij hem sowieso kon afmaken. Hey meisje. Ja, van wie? Esco. Van Esco en Jo Silvio. Ja. Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Eeuw. Hey yo meisje, vanuit de verte kan ik jou wel zien verschijnen. Eeuw. Nu even niet, Nessim. Ja. Oké, bij de volgende track zijn we op zoek naar 1 artiest en uiteraard de titel. Let's go! Oh my god! Van mij! Hey, ja. Nessim. Gaat helemaal niet goed. Wat zei je ook weer, de enige echte DJ's? Ik zeg eerlijk, ik vind ook echt teleurstellend gewoon naar hem van bro, kom op man. Maar ze moeten het nog goed zeggen. Maar die intro was wel veel onthullend. Je wist dat het ergens heen ging. Ik had nog 3 seconden nodig. Uiteraard zit Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Woo! De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik bang ben met jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en hebt je uit. En ik keer in de dromen, daar komen dromen. Ja, lekker nummer. Wat een lekker. Fantastisch nummer. En de puntjes gaan ook lekker. Hè? Alweer 2 punten voor ons. Ja, gefeliciteerd. Goed, dankjewel, we gaan naar man. Intro 3. Ja. En daar hebben we 2 artiesten nodig en titel van het nummer. Oh, ik zie Teske daar springen. Die had er ook bij. Maar jij was sneller. Nee. Oh, je weet het niet. Fuck nou. Dus zeg dan. Nee, volgens mij is het Dua Lipa. The One Kiss is all it takes. Met One Kiss, Dua Lipa. Met Calvin gaan we voor. Harris. Ja, Calvin Harris, Dua Lipa, One duur, Kiss. Hoor. Maar het is goed. Ja. Lekker. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Pass
Nee, je kan nog een beetje eer redden, want we gaan er nog eentje doen. En we zijn hier op zoek naar één artiest en de titel. Dus dan kun je nog een puntje voor de eer. Daniel? Ik doe mijn best, man. Je staat ook helemaal gefocust. Gefocust, te gefocust misschien. Ik ben heel benieuwd. Kom maar op. Kom op dan. Dit is Dinky Kensington. Met... Nee, sowieso niet. Ja, Kensington was overduidelijk niet goed. Wacht wel in de buurt. Maar dat betekent dat jullie nog even verder naar het intro mogen luisteren... om ook nog een gokje te wagen. Goed, jongens. Daniel, ik hoop echt dat je met een goed antwoord komt. Nou begin ik te twijfelen, maar ik denk Adele, Rolling in the Deep. Nou, toch nog één puntje. Eén puntje voor de eer, maar het gemiddelde staat toch een beetje aan onze kant. Want het is 1 punt voor hun en 3 punten voor ons. En we gaan snel naar ronde nummer 2. Tijd om artiestenkennis te testen. En dit doen we met de Wall of Fame. Hopelijk volgen onze kandidaten de accounts en levens van artiesten fanatiek. Dit keer is Instawall van Justin Bieber. Achter iedere Insta-foto zit een vraag die past bij de foto. De kandidaten kunnen dus slim kiezen. Ieder goed beantwoorde vraag is 2 punten waard. En we spelen 4 foto's. En elk team mag om en om een foto kiezen. Sophie, jij lijkt me een Belieber. Zoals je dat zo mooi ik doet. Ik kom er gewoon openlijk voor uit, inderdaad. Wie jij ervan, Jonna? Is Justin Bieber iemand waarmee je ooit zou willen samenwerken? Zijn laatste album is heel goed, zeker. Ja? Ja, echt. En dat hij een beetje door een moeilijke tijd gaat, heb je dan ook medelijden als mede-artiest? Dat je denkt van, oh. Ik hoop dat het zo snel mogelijk goed met hem komt, zeker. Ja. Is er iets mis met hem nu dan? Hij is opgenomen, toch zo? Beetje depri. Goed, Wietse, jullie staan voor, dus dat betekent dat jullie mogen beginnen. Ja, we kijken daar op het bord naar de foto. Welke foto gaan we kiezen, jongens? Ik denk 5, hoor. Beetje... Ja, of die met vijf. Die, of die, met die vijf baby erop. 5 is wel van Purpose. En weet je veel over Purpose? Is het niet purpose? Purpose. Hij geeft een creatieve invulling. We gaan voor foto 5. Weet je het zeker? 100%. Zo is het er niet mee eens, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk misschien vraag 6. Gaat ze sowieso vragen welk liedje is hiermee doorgebroken. Oké, dan gaan we voor foto 6 gaan we mogen straks nog een keer, dan pakken we dan 5. Okay. Dan gaan we voor. Foto 6 wordt het. 6? Ja. Wat is de eerste eigen plaat van Justin Bieber... waarmee hij is doorgebroken. With You van Chris Brown. Nee! Nee! Wat zeg jij nou? Wat zeg je nou? Op zijn YouTube, toch? Natuurlijk met Ludacris. Goed, jongens, volgens mij mogen wij nu. Ja, sorry, kies maar een mooie foto uit. Maakt niet uit, lieve schat. Ik deed ook alsof ik veel. Ik zeg nummer 2, want er staat een beest op. Weet jij hoe die heet? Oeh. Zie je? Kijk, nee, maar ik dacht, misschien gaat het over dat aapje, toch? Welk aapje? Staat er een hond op? Misschien 8. Michael Jackson had een aapje. Hé, kies even, man. Oh, misschien hij heeft zo'n hele grote tatoeage. Zullen we 8 doen? Goh. Ja, maar wacht, weet je wat het is? Soms moet je keuzes maken. Okay. Misschien is een nieuwe tattoo of zo 8. Wat? Voor welk onderbroekenmerk stond Justin Bieber model? Ja, dat weten ze. Of niet? Ja, wij denken Calvin Klein. Woehoe! Lekker! Easy! Lekker, man. Maar... Ik zie helemaal geen onderbroek op die foto. Maar maakt is goed. Niet uit. Is goed. We hebben het goed. Waarom klaag je? Wij mogen een fotootje kiezen. Zullen we dan voor de purpose? Purpose. Ja. Goed, we zijn voor 5. Voor welke Nederlandse zangeres zong Justin Bieber ooit een liedje? Zeg het maar, als je het weet. Yes. Esme Dent. Lekker! Ja, lekker hoor. Ik heb er nooit meer van gehoord trouwens, hè, Esme Denters. Ja, dus toch ging Zij was toch bij Usher getekend? Nee, bij Justin Bieber. Oh, bij Justin Timberlake. Justin Timberlake, dat was het. Justin Timberlake, je hebt gelijk. Ja, heel fijn. Ja. Hey, wat doet dat met de puntentelling? Dat is wel interessant om te weten natuurlijk. Verdubbeld voor ons. Nou, weet je, zij staan op 3, wij staan op 5. Dus we hebben nog steeds een hele mooie voorsprong hoor, in het hele geel. Dat is gewoon heerlijk. Ja, kies maar een fotootje uit. Daniel, Deske. Laten we 2 doen. Ja, doe maar. Foto 2. Doe maar. Foto 2. Wat is het rashondje wat je op deze foto ziet? Welk ras is het? Nee, dat is niet waar. Dat antwoord weet ik wel. Hoe heet de hond van Justin Bieber en Hailey Baldwin? Nee. Ja, dat is hem wel echt. Ik hou echt niet. Dit is hem wel echt. Jack.
Jij zegt Jack. Baby. Hé, hey, ik wil ook baby zeggen. Oh. Allebei fout. Het is namelijk Oscar. Helaas, jongens. Dat is een saaie naam, man. Yeah. Het blijft op deze tussenstand 3 voor jullie, 5 punten voor ons. En dat betekent dat wij met een lekkere voorsprong de finale ronde ingaan. Het is belangrijk om alles te geven in deze finale, de sing-off. Er zijn namelijk maar liefst 3 punten te verdienen per goed gezongen songtekst. Ja, beide teams gaan straks tegen elkaar zingen. De band zet een nummer in. Als de kandidaten denken dat ze het nummer goed genoeg kennen om deze af te zingen, drukken ze op de knop. Wanneer de band stopt met spelen, moeten ze de juiste songtekst zingen. Niet neurien, praten, maar gewoon echt vol gas zingen. Het gaat om 1 zin van de songtekst. Is deze goed, dan is de tegenstander ook uitgeschakeld en scoren ze dus 3 punten. Is het fout, dan moet diegene zelf het veld ruimen en worden er geen punten verdiend. Ze moeten dus goed nadenken of ze wel of niet op de knop gaan drukken. Klaar voor? Ja. Onze gasten mogen eerst. Sophie, nee, wacht, zet hem op. Beginnen. Ik dacht dat jullie gingen beginnen. Nee, zeker niet. Ja? Druk als je het weet, Sophie. Kom op. Kom op, Tesca, pak je moment. En hij zei alsof het je laatste dag is. Nee, alsof de morgen niet bestaat. Lekker. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt dag is. Leef, pak alles wat je kan en leef. Oh, je mag niet meer. Jullie okay, willen mij niet meer horen. Of zo, want okay. Ik er gelijk wordt uitgespeeld. Jonna. Ja. Dit is voorbedachte raden volgens mij. Shit. I got you, I got you. Wel echt een leuk spel. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth. I just wanna be part of your symphony. Lekker, ja, I just wanna be part of your symphony. Hey. When your heart beat tight and don't let go. Symphony. Like a love song on the radio. When your heart beat tight and don't let go. Dit is die overwinningsdans. Nee, het kan nog, jongen. Wie zie jij kan dit? Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it snow. Ik dacht dat ik hem had, man. Nee, je was in de war met Chris Rea. Ja, let it snow. What the fuck, man. Dit kan niet mooier, dit. Het begon zo goed ook nog, hè. Let it snow. Oké, we zijn er klaar voor. Ja. Speel hem af. Sorry. So honey now. Take me into your loving arm. Ja, toch. Oh, lekker. Yeah. So honey now. Place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud, honey. We found love right where we are. Ja, los van het feit dat we hebben gewonnen, heb ik wel schande gepakt van het jaar. Maar goed, hebben we al gewonnen? Ja, je hebt keihard gewonnen. Het is 12 punten voor Nessim tegen 5 van ons. Dus we hebben echt geen schijn van kans gemaakt aan het einde. We gingen met winst de finale in. Lekker. En dan zie je hoe het daar om kan draaien. Gefeliciteerd, jongens. Gefeliciteerd, ja, want jullie zijn de echte platenbasis. Deze is voor jullie. Oh. Heel gaaf.
Ja, ja, ja. Ja, gefeliciteerd. Leuk. Sportief. Leuk, heel leuk. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Goed, dat betekent dat het team van Wietse eigenlijk de verliezers nog één liedje moeten zingen, maar onder hele bijzondere omstandigheden. Want zij gaan namelijk karaoke zingen onder stroom. Wil je nou dit zien hoe dit gaat aflopen? Check dan 538.nl/platenbazen. Doei. Dat wil je niet missen. Dit wil je zeker niet missen. Dit wil Platenbazen. Bedankt iedereen. Laat in de comments even weten wie volgens jou het mooist kon zingen. En tot de volgende keer. Vind het helemaal niet leuk. Doei. Doei.